In deze webles wil ik gaan kijken naar het centrale examen van 2017 eerste tijdvak. En dan in het bijzonder naar de opgave uit het examen. Dat gaat over kwantumfysica. En de opgave heet Sirius B als kwantumsysteem. En we krijgen een mooie foto in het examen. En op de foto kun je twee sterren zien. Sirius A en Sirius B. Die om elkaar heen draaien om een gemeenschappelijk zwaartepunt. En het kleine sterretje, dat is nu Sirius B. Sirius B is een bijzondere ster want het is een witte dwerg en een eigenschap van witte dwergen zijn dat ze relatief grote massa hebben. Sirius B krijgen we gegeven is zo zwaar als de zon maar het is relatief erg klein want uh, deze ster is in elkaar gestort tot de grootte van ongeveer die van de aarde. En er is iets aparts aan de hand met dit soort sterren, met dit soort witte dwergen. Als je goed wil begrijpen wat daar gebeurt, dan heb je kwantumfysica nodig. Want er zorgt er iets voor dat die witte dwerg niet verder in elkaar stort. De zwaartekracht is natuurlijk enorm. En die zou die ster, als het kan, nog kleiner willen drukken. Maar iets houdt die ster tegen. Om dat te kunnen verklaren, gaan we gebruik maken van kwantumfysica. En we krijgen in het uh, inleidende stukje tekst ook nog wat extra informatie. Want wij mogen bij deze hele opgave Sirius B zien als één groot atoom met daarop maar liefst 10 tot de macht 57 elektronen. Wat dit in de, in de praktijk inhoudt is dat uh, al die elektronen eigenlijk uh, los zijn gemaakt van de kernen. Dus we hebben hier te maken met één grote bol met 10 tot de macht 57 losse elektronen die daar los kunnen bewegen. We gaan eens even kijken wat ze nu eigenlijk precies willen van ons bij deze opgave. En deze opgave begint met eh, vraag 11. En vraag 11 luidt: eh, Het continu emissiespectrum van Sirius B is gemeten. En het blijkt de grootste intensiteit te hebben bij een golflengte van 115 nanometer. De vraag is: bereken de temperatuur van Sirius B. Ja, hier heb je de wet van Wien nodig. Als je dat eenmaal inziet, dan is het eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Nou, de wet van Wien ziet er zo, zo uit: uh, de maximale golflengte, uh, maal de temperatuur in Kelvin, is gelijk aan een constante. Dat is de constante van Wien. Nou, ze vragen hier de temperatuur. Dus laten we de formule even omschrijven. Dan krijgen we deze: zowel de constante van Wien. Als uh, de golflengte kunnen we achterhalen, de constante van Wien staat in de BINAS en de golflengte is gegeven, dus die kunnen we invullen. En als we het dan netjes uitrekenen, dan krijgen we een temperatuur. Uh, de temperatuur die geldt voor het oppervlak van Sirius B. En die blijkt 2,52 x 10, de de 10 tot de macht 4 Kelvin te bedragen. Nou, dus eigenlijk uh, vraag 11 is een inkomertje. Uh, is niet moeilijk. Tussen vraag 11 en 12 krijgen we weer een stukje tekst. En dan, daar wordt verteld, Sirius B, het bestaat uit een plasma. Eh, dat wil dus zeggen dat eh, de elektronen los zijn geslagen van de kernen onder die enorme druk. En eh, wat voor kernen kunnen we nu vinden in Sirius B? Nou, dat zijn een uh, aantal. Dat zijn uh, koolstof 12, zuurstof 16 en helium 4 kernen. We mogen ervan uitgaan dat er voor de rest geen stoffen zijn op uh, Sirius B te vinden zijn. Ook voor het aantal elektronen krijgen we een wat preciezere meetwaarde of een schatting en het aantal elektronen uh, in Sirius B dat blijkt uh, gelijk te zijn aan 6 x 10 tot de macht 56. Nou, wat is nu de vraag? De vraag is uh, een vraag in twee delen. We moeten twee dingen doen. Ten eerste de reden geven dat het aantal elektronen in Sirius B de helft is van het aantal kerndeeltjes. En daarnaast moeten we ook nog gaan kijken of dat aantal van 6 x 10 tot max 56 elektronen zou kunnen kloppen met de rest van de gegevens. Nou, we gaan eens even rustig één voor één de deelvragen bekijken. Deelvraag 1 was: kunnen we iets zeggen over het aantal elektronen in relatie tot het aantal kerndeeltjes? En met kerndeeltjes wordt dan natuurlijk bedoeld het aantal neutronen en protonen samen. Dan moeten we even gaan kijken naar de drie stoffen waaruit Sirius B bestaat: koolstof, zuurstof en helium. En daar is iets, nou het is niet iets aparts mee, maar ze hebben alle drie dezelfde eigenschap. En dat is namelijk dat in elk van die kernen evenveel neutronen te vinden zijn als protonen. Kijk maar, want het massagetal is bij elk van de drie atoomsoorten twee keer zo groot als het atoomnummer. Dus we hebben evenveel neutronen. Als protonen aanwezig in Sirius B. Maar we weten natuurlijk ook dat bij een uh, atoom er altijd evenveel protonen als elektronen moeten zijn. Nu zijn deze elektronen in deze situatie geheel los van de, uh, van de kernen te zien, maar ze zijn er nog steeds. Dus ik heb evenveel protonen als elektronen. En ik heb evenveel neutronen als protonen. Ja, hoeveel keer meer protonen en neutronen samen heb je dan vergeleken met het aantal elektronen? Ja, dat is dus twee keer zoveel. Nou, de vraag wil het andersom. Uh, je hebt dus de helft uh, zoveel elektronen als kerndeeltjes. De tweede deelvraag luidde. Uh, laat ze even zien dat uh, die uh, waarde van uh, het aantal elektronen best zou kunnen kloppen. Dit is een hele lastige vraag als je niet eventjes bedenkt dat je al andere gegevens hebt gekregen over Sirius B. En een aantal van die gegevens zijn nu toch wel erg belangrijk. En ik ga die nu even erbij halen. Eén gegeven in het bijzonder, en dat is namelijk dat Sirius B even zwaar is als de Zon. De massa van de Zon kunnen we opzoeken in BINAS. En dan weten we ook de massa van Sirius B. Ja, waaruit bestaat Sirius B? Sirius B bestaat uit een hele grote hoeveelheid protonen. Neutronen en elektronen. Dus eigenlijk moeten we onszelf de vraag stellen: als we al deze elementaire deeltjes optellen, hoe zwaar zijn die dan samen? Zijn die dan even zwaar als de massa van de Zon? Ja, hoeveel eh, elektronen hadden we? Dat was gegeven: 6 x, 10 x 56 elektronen. En we hebben net al bij de eerste deelvraag gezien dat er evenveel protonen aanwezig zijn en ook evenveel neutronen. Nu gaan we de massa berekenen en omdat we toch een beetje een schatting aan het doen zijn, kunnen we het uh, onszelf simpel maken. Want elektronen zijn bijna 2000 keer zo licht als protonen en neutronen. Uh, dus die kun je eigenlijk net zo goed weglaten in de rest van de berekening. Die, die negeren we eigenlijk gewoon. Het aantal protonen en het aantal neutronen weten we. Uit de binas kunnen we opzoeken hoe zwaar een proton en een neutron is. Dat is uh, 1,67 x 10 tot de macht 27 kg. Ja, ik kan dat vermenigvuldigen bij protonen en vermenigvuldigen bij de neutronen. De twee massa's bij elkaar optellen. En als je dat doet, dan zul je zien dat er 2,0 x 10 tot de macht 30 kilogram uitkomt als antwoord. Dus um, het, het aantal elektronen um, lijkt heel erg goed te kloppen met de rest van de gegevens, namelijk de massa van Sirius B. We gaan verder met vraag 13. En ook bij vraag 13. Krijgen we eerst een inleidend stukje tekst. En de belangrijkste gegevens uit die tekst zijn de volgende: we krijgen het volume van Series B. En we krijgen de volgende eigenlijk formule gegeven. Je kunt namelijk zoiets introduceren als d. En d is dan de onderlinge afstand tussen elk elektron binnen Series B. En in de berekening die we dadelijk gaan doen, mogen we eigenlijk aannemen dat die elektronen een beetje de vorm hebben of de ruimte innemen van een kubusje en dat het volume van één elektron gelijk is aan die onderlinge afstand tot de macht 3. Het zal niet helemaal kloppen, maar we mogen hiermee rekenen. Dit krijgen we gegeven. Nu komt de vraag: de vraag is uh, dat we moeten aantonen met een berekening dat die onderlinge afstand tussen de elektronen. Gelijk is aan 1, tot 1 x 10 tot de macht min 12 meter? Ja, dit lijkt een hele, hele vervelende vraag. Maar eigenlijk, als je dat achterliggende ideetje hebt. van dat je zo'n elektron mag zien als een kubusje. dan eh, wordt het een stuk eenvoudiger. Want we weten het volume van Sirius. die is gegeven. En we weten ook. onderlinge afstand. en dus ook de ribben van de kubus. die we uiteindelijk. zouden moeten gaan krijgen. En we hebben natuurlijk nog een. Derde gegeven nodig en dat is weer dat aantal elektronen waar we mee te maken hebben: 6 x 10 tot de macht 56 elektronen in Sirius B. Nou, het totale volume van Sirius B is dus op te delen in 6 x 10 tot de macht 56 keer het volume van al die afzonderlijke elektronen. In formule, formulevorm ziet het er zo uit: het volume is gelijk aan het aantal elektronen maal het volume van elk elektron, en voor het volume van het elektron Mogen we zeggen dat die gelijk is aan d tot de macht 3? Dus dan krijgen we eh, v is n maal d tot de macht 3. En wat ze eigenlijk willen is dat we die d gaan uitrekenen. Want v is gegeven, die weten we, en n ook. Nou, dan gaan we de formule eerst omschrijven. En dan krijgen we dat d de derde machtswortel is van v gedeeld door n. En eh, die twee getallen weten we, die kunnen we gewoon invullen. En uh, ja, dan kun je ook meteen zien dat je het goed ge hebt gedaan, want uit de berekening komt een, een gemiddelde onderlinge afstand van 1 x 10 tot macht min 12 meter. Dus we hebben aangetoond wat we moeten aantonen. Vraag 14 gaat over het kwantummodel dat wordt, wordt geïntroduceerd. En eigenlijk wordt het volgende gezegd, uh, wij mogen die hele ster, heel Sirius B, zien als een eendimensionale energieput. En dan ook nog eens een hele grote energieput. Want de lengte die wordt aangehouden is gelijk aan ongeveer de straal van de aarde. Want uh, Sirius B was ook ongeveer even groot als de aarde. We krijgen verder uh, ook nog gegeven dat er dus, uh, dat er als je te maken hebt met de energieput, dat er ook verschillende energieniveaus zijn. En omdat we te maken hebben met zo'n groot uh, object zijn er ook enorm veel energieniveaus. Het grootste energie energie energieniveau... Is energieniveau 8,4 x 10 tot macht 18. Ja, dat is natuurlijk nogal wat. Um, en we krijgen nog een uh, gegeven, en dat is een formule voor de de golflengte. Alleen dat is niet de formule zoals die in het boek staat, maar een hele andere formule. En die luidt uh, dat de de golflengte gelijk is aan 2 keer L delen door n. Ook deze vraag bestaat uit drie deelvragen. En uh, die. die Deelvragen die luiden zo. We moeten eerst de formule afleiden. Daarna moeten we de minimale de brooie golflengte gaan uitrekenen. En daarna moeten we iets gaan zeggen over uh, of Sirius B te zien is als een kwantumsysteem of niet. Ja, als je het zo ziet staan, dan is het uh, een hele brei. Maar ik ga ook hier weer de deelvragen één voor één bekijken. En hopelijk ga je erachter komen dat je de deelvragen eigenlijk best eenvoudig kunt oplossen als je eventjes. Niet in paniek raakt en logisch nadenkt. De eerste deelvraag. leid de formule af, de formule die nu uh, in felgeel staat afgedrukt. En daarbij moeten we gebruik maken van het feit dat we te maken hebben met een eendimensionale energieput. Nou gaan we eens bedenken wat je allemaal weet van een eendimensionale energieput. Dat is een formule en het is een plaatje. En ik ga gebruik maken van het plaatje. Het plaatje ziet er namelijk zo uit. Je ziet hier de grondtoestand. De eerste aangeslagen toestand en de tweede aangeslagen toestand eh, bij een eendimensionale energieput. Je ziet hier dus de kwantumgolf, je ziet hier eh, de golf van het elektron. En als je goed kijkt dan valt er natuurlijk iets op dat die golflengte, de halve golflengte eh, bij de grondtoestand precies past in die ruimte. En bij de eerste aangeslagen toestand is het twee keer de halve golflengte en bij de tweede aangeslagen toestand drie keer. In het algemeen kun je zeggen dat er n keer een halve golflengte past in de breedte van de put. Dit geldt dus ook blijkbaar voor onze ster, want we moeten hem zien als een één-dimensionale energieput. Als je nu goed kijkt naar deze formule, dan zie je dat alle grootheden in de formule onder ook te vinden zijn in de formule die we moeten gaan afleiden. Dus eigenlijk is het heel eenvoudig: we moeten alleen de formule anders opschrijven. Alles wat erin moet zitten, zit er al in. We moeten hem opschrijven in de vorm lambda is. Nou, en als je hem omschrijft in de vorm lambda is, dan krijg je dus inderdaad die de Broglie golflengte. De tweede deelvraag. De tweede deelvraag was, bereken de minimale de Broglie golflengte van elektronen in series B. Kijken we nu naar de formule. En je wil dus de minimale golflengte berekenen. En... Uh, je gaat er ook even bij na dat die L een vast getal is, een constante en verder niet verandert, dan houdt dat direct in dat de minimale golflengte te vinden is bij de maximale waarde van N. En die maximale waarde van N, die is gegeven en die kan ik dus direct in die formule van de de Broglie golflengte stoppen. En dan krijgen we deze formule. Alles is eigenlijk al gegeven. En je kunt hem uitrekenen en dan zie je dat de de Broglie golflengte de kleinste golflengte die je zult vinden in Sirius B een grootte heeft van 1,4 x 10 tot macht min 12 meter. Onthoud deze waarde even, want de derde deelvraag is: kun je uitleggen of uh, nee kun je uitleggen dat Sirius B beschouwd kan worden als een kwantumsysteem? En altijd als je zo'n vraag krijgt, dan moet je nagaan met welke Um, golflengtes heb ik te maken? Met welke de broglie golflengtes? Met welke kwantum uh, golflengtes heb ik te maken? En staan die golflengtes in relatie tot het fenomeen wat je aan het bekijken bent? De ele elektronen zelf die bevinden zich op een afstand van 1 x 10 macht min 12 meter. De, de broeigolflengte die we hebben gevonden is 1,4 x 10 tot de macht min 12 meter. Ja, die twee waardes liggen natuurlijk verrassend dicht bij elkaar. En eh, daaruit kun je concluderen dat het zeer waarschijnlijk is dat je kwantumeffecten gaat eh, zien op die kleine schaal. Op die kleine schaal van 1 x 10 tot de macht min 12 meter zal zo'n elektron golfgedrag vertonen. De laatste vraag van deze opgave. Is vraag 15, en bij vraag 15 krijg je ook weer een verhaaltje en een plaatje. Laten we eerst even kijken naar het plaatje. In het plaatje zijn drie verschillende energieën weergegeven die een rol spelen bij een uh, witte dwerg. En de energieën zijn uitgezet uh, ten opzichte van uh, de grootte van de straal van die witte dwerg. Dus wat gebeurt er met uh, de energieën als die straal verandert? De energie EKQ Q wordt uh, Genoemd en daar geven ze de naam aan de kwantumfysische kinetische energie. En ze geven ook een uitleg in de tekst. Die, is, die heeft te maken met de, de som van de energieën van al die elektronen die zich allemaal bevinden in al die verschillende energieniveaus. Daarnaast hebben we ook te maken met de, de bekendere gravitatieenergie, want je herkent ook de gravitatieenergie, omdat die maximaal nul is. En hoe kleiner het. het, het de, de, de witte dwerg wordt: hoe meer negatief, dus hoe lager de gravitatieenergie wordt. En dan hebben we ook nog de totale energie, dat is een optelling van die, ener die twee energiesoorten samen. En bij vraag 15 komen ook weer drie deelvragen. Voor E totaal ge geldt natuurlijk uh, dat die gelijk is aan de twee uh, andere energieën opgeteld. Maar laten we eens even gaan kijken naar de, twee, uh, de drie deelvragen van vraag 15. Er wordt weer gezegd dat we mogen blijven werken met het kwantummodel, wat al eerder is genoemd. En nu willen ze drie dingen van ons. We moeten eerst iets zeggen over de totale kwantumfysische kinetische energie. Uh, waarom die toeneemt als de straal van Sirius B kleiner wordt. Uh, daarna moeten we iets gaan zeggen over wat dat dan zegt over een eventuele instorting van Sirius B. En tot slot uh, moeten we gaan kijken hoe groot Sirius B dan in het echt is. Nou, de eerste deelvraag geeft de reden dat de kwantumfysische kinetische energie EQ, KQ toeneemt als de straal kleiner wordt. Dat kon je ook zien in de grafiek. Ja, dan pakken we eventjes weer het model erbij. We mochten het doen alsof we te maken hadden met deeltjes in een put. En daarvoor hebben we ook een formule. En zo ziet de formule eruit van een deeltje in een put. Wat gebeurt er nu met uh, het energieniveau van elk van. Deze n verschillende energieniveaus. Uh, wat gebeurt er met de grootte van elk uh, energieniveau wanneer ik l kleiner maak? Nou, kijk naar de formule en dan zie je dat als je l kleiner maakt, dat dan, uh, omdat l onderaan de breuk staat, dat dan het energieniveau juist toeneemt. Dus wanneer ik de ster kleiner maak, zal elk afzonderlijk energieniveau toenemen in waarde. En eh, dat zou dus betekenen dat je er meer energie in moet stoppen. Je moet meer energie in stoppen om die ster kleiner te maken. Dat houdt ook meteen in, dat is ook de reden dat die ster dus niet instort. De gravitatiekracht wil de ster naar binnen drukken, maar er is ook nog een, een druk van de elektronen die eh, een tegendruk verzorgt en die zorgt ervoor dat die ster niet instort. En dat kun je dus verklaren vanuit de kwantumfysica. Het leuke is dat je de eerste deelvraag van vraag 15 ook via een hele andere weg zou kunnen benaderen en dan ook tot hetzelfde antwoord uh, kunt uitkomen. En dat is via de volgende weg. En dan gaan we gebruik maken van de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Want die luidt uh, als volgt en die zegt dus iets over de onzekerheid in uh, de impuls en de onzekerheid in de plaats. Wat gebeurt er nu als wij de ster in elkaar willen gaan drukken als de ster kleiner wordt? Dan houdt dat in dat elk elektron binnen die ster eh, zich moet gaan bevinden in een kleiner gebiedje. Per elektron hou je minder ruimte over. Op het moment dat het zich gaat bevinden in een kleiner gebiedje, is ook de onzekerheid in de plaats ook kleiner geworden. Dus die delta x wordt dan kleiner. Als die delta x kleiner wordt, heeft dat meteen een, een impact op eh, de onzekerheid waarmee je de impuls kunt meten. De onzekerheid van de impuls zal dan groter worden. En als de onzekerheid groter wordt, dan zul je ook zien dat de waarde van de impuls groter wordt. Um, dus uh, dan kun je het ook uh, anders uitleggen: als je de ster kleiner wil maken, zullen de elektronen sneller moeten gaan bewegen. En dat kost meer energie. Um, dus neemt de kwantumfysische kinetische energie toe. Het tweede, de tweede deelvraag luidt: um, geef aan. Wat dit betekent voor een mogelijke ineenstorting van Sirius B. Nou, dan moeten we even terug naar het plaatje. We hebben dus uh, twee verschillende energieën, die Ekq en Eg. Eg neemt af als je de ster kleiner uh, gaat maken. Ekq neemt toe. Je kunt ze samen optellen en dan krijg je totale energie. En dan zie je dat, er, dat de totale energie ook toeneemt naarmate de ster steeds kleiner en kleiner wordt. En dat houdt dus in dat je um, Energie nodig hebt om uh, die ster kleiner te laten uh, worden. Er komt niet genoeg energie vrij bij het ineenstorten uh, in de vorm van uh, gravitatieenergie, komt niet genoeg vrij om die kwantum-kinetische energie te compenseren. Dus in de praktijk zul je zien dat er op een gegeven moment gewoon geen energie meer is en die ster een bepaalde eindgrootte gaat krijgen. En die eindgrootte, daar gaat uh, de derde deelvraag over. Want uh, de derde deelvraag luidt, kun je bepalen met behulp van deze figuur hoe groot de straal van Sirius B dan is. Nou, De formule die we gaan gebruiken staat er weer. E totaal is EG plus EKQ. Uh, en we gaan gebruik maken van het volgende. Dat de meest stabiele evenwichtssituatie, dat dat is op het punt waar het hele systeem, dus de hele ster... Uh, in totaal de minste energie heeft. Eigenlijk precies hetzelfde als uh, een knikkertje uh, in, uh, in een baan. Als je maar lang genoeg wacht, gaat het knikkertje heen en weer rollen. Uiteindelijk blijft hij stil liggen op het laagste punt. Zo geldt dat ook bij deze witte dwerg. Nou, dan gaan we even kijken naar de grafiek. En dan zie je dat het wel een hele lastige grafiek is, want we moeten het, het minimum gaan vinden van de doorgetrokken lijn van de totale energie. En als je dat een beetje netjes doet, dan kom je eruit dat uh, het minimum te vinden is rondom 6 x 10 tot de macht 6 meter. Dus dat is ook de straal van Sirius B.